Mensen van te ProGamer Toast met 9. Leuk dat jullie weer naar een nieuwe video van mij kijken. Ik ben Thomas, ik ben 14 jaar, mijn hobby's zijn kraten en gamen, bla bla bla. Laten wij gewoon lekker starten. Met multiplayer, met bots, want ik heb hem natuurlijk gecrackt, deze Call of Duty. Dus ik kan hem jammer genoeg niet echt online. Tussen haakjes, maar ja. Ik speel op de map Slums, ik heb er zelf nog nooit op gespeeld. Dus dat zou wel weer wat gaan worden. Ik ga eerst even met Assault spelen. En bij het volgende potje ga ik met Custom 2. 5, 4, 3, 2, 1, let's go fight! Ik heb de botsnaam trouwens ook nog op regular gezet. Dus het zou niet super moeilijk moeten zijn. Dat is al de eerste kill. Dat is mooi om te weten. Wow, en ik werd door een of andere shotgun gast gepakt. Terwijl ik een andere gast onder shot hield. Ja, ik heb natuurlijk niet vier armen om twee wapens tegelijkertijd te kunnen beschieten. Maar ik doe mijn best. Boem. Oké, die is dood. Ah, dan loop je dan weer net recht in. Ik wist dat hij daar zat. Maar ik dacht dat hij al verder was gerend. Oké, ik ga even iets rustiger spelen. Niet te veel rennen meer. Wow, wat had hij? Holy shit, dat wapen schoot snel. Wow, dat was echt overpowered. Oeh. Ik zag jou lopen daar. Dus ik dodste jou daar mooi. Zo. Triple kill, oké. Okay. Jouw soort aan. Wow! One shot kill daar. Holy shit. Bij mijn scherm vloog ik ook nog iets van 3 meter verder. Hoppa. Hier zag ik één. En die had net iets laatste granaatje gegooid. Zat hij pech mee. En dat was een sniper duel die ik echt bruut had ongestoord. We zaten lekker rustig te richten en ik killde ze gewoon meteen. Weer een kill erbij. Dat gaat al lekker hoor. Wow. Oh. Ja. Dat was een beetje pech voor mij. Ik liep daar echt letterlijk gewoon in een trap. Alleen dan in het Engels. Dus dan krijg je een trap. Ja, ik zag jou. Headshotje. Hier is het nu opeens zo stil. Wat heeft iedereen toch? Oh, kijk, daar loopt hij heen. Dan maak ik het hier wel wat minder stil. Daar heb ik geen problemen mee, hoor. Oh, die had hij wel mooi gegooid. Dat moet ik toegeven. Kijk dan hoe pro. Recht op de goede plek. Soms weten ze gewoon dat je daar naartoe loopt, die bots. Haha, achter je. Dat had je niet gezien, hè? Oh, jij? Nee, geen quickscope dan. Quickscope is hier niet toegestaan. Daarvoor word je zwaar gestraft. In hoe heet deze map ook? Ik weet niet eens meer hoe deze map heet. Maar. Oh, alweer van achteren gekild. Mensen houden wel heel erg van de achterkant, hè? Dat kan je heel seksueel opnemen. Huppakee. Triple kill. Toch? Oeh, ik zat niet op de lab. Ja, triple kill. Daar staat het. Ah, die is ook wel dood. Ik zag hier iemand lopen. Hij dacht dat je mooi kon campen, net zoals mij. Maar toch is het jouw lot niet om dat te mogen doen. Dat was al het eerste potje. Dat ging lekker snel. En die wou graag exploderen, zo te zien. Final kill cam. Eindelijk ben ik niet meer de final kill cam. Want in Battlefield 3 was ik wel heel vaak de final kill cam. Maar daarover, ja, sorry, het is me nog steeds niet gelukt om Battlefield 3 te fixen. Als ik het opneem, ik klik op het knopje opnemen en de game loopt vast. Ik krijg een foutmelding dat de game vast is gelopen en daarna kan ik het niet meer spelen. Dus ja, ik weet niet wat ik verkeerd heb gedaan. Daarvoor deed mijn computer het wel altijd en ik heb ook Battlefield 4 opgenomen. En dat doet hij ook gewoon, dus dat is een beetje raar.
Maar laat ik maar eens even op een andere map gaan spelen. Met een difficulty naar hardened. Zit op game. Change map. Dan gaan we nog even op de standaard. En welke map heb ik nooit gespeeld? Standtof. Die heb ik nog nooit gespeeld. Start game. Hup, straight to the point. Ga gewoon meteen lekker spelen. Free for all. Dus je zit aan niemand vast in deze game. Tactical grenades and semtics will never explode in your hand while cooking. Oké, dat is handig. Zo te zien heeft het geloof hier niet overwonnen. Oh ja, ik ging met Custom Class 2. Dus dat ga ik doen. Ik denk dat Jezus daar niet zo blij mee is dat zijn kerk in brand staat. Maar wij gaan nog meer mensen naar de hemel toesturen of naar de hel, hoe je het dan ook wilt noemen. En ik ben trouwens niet gelovig, voor als jullie dat dachten. Ja, ik vind het geloof eerlijk gezegd een beetje onzin. Ja, sorry voor de mensen die gelovig zijn, maar ik vind het onzin. Waarom zou je elkaar bombarderen voor niks? Alleen om je geloof. Het is hetzelfde bij die Gazastrook. Dus volgens mij heeft dat met de Joden te maken of zo. Dat hun daar mochten wonen en nu bombarderen ze elkaar allebei. En met die ISIS en zo, ik vind het allemaal een beetje onzin. Voor mij mag je wel geloven, maar niet te ver gaan. Dan zou ik het geloof nog wel goed vinden, maar zoals het nu is, dan gaat het echt te ver. En ik zie dat ik best wel behoorlijk lekker ga. Maar ik camp ook natuurlijk een beetje. En laten wij hier maar eens gaan spelen. Heeft iemand anders nou ook een dead machine? Als ik dat zo goed hoorde. Ik hoop niet dat ik meteen dood ga. Rustig alle hoekjes bekijken. Nee, nobody is here. Oké, dan gaan we gewoon lekker verder lopen. Die liep letterlijk gewoon recht in me. En toen pakte ik mijn machinegeweer. Dat best wel groot was dan een machinegeweer. Dus eigenlijk heette het een minigun. Toen killde ik hem. Hoe in één keer? Oeh, dat ging nog net goed. En ik heb weer een dead gun. Ik weet niet of dat een bug is of zo. Ja, jou. Jou wil ik hebben. Hoppa. Blijf jij eens even stilstaan, jongeman. Als je dat niet doet, dan moet ik je jammer genoeg doodschieten. Omdat ik anders niet goed op je kan richten, dus je was sowieso wel dood. Zo, dit gaat lekker, jongens. Ik dacht dat ik ze toch een niveautje moeilijker had gezet. Ik ben nog 0 keer dood gegaan. Hup, jij faalde met je knife. Het lijkt juist makkelijker te zijn geworden. Oh, die schildgasten zijn wel irritant. Dat was een Bouncing Betty, als ik het goed heb. Ja, wij gaan lekker. Wij gaan hard. Wij gaan lekker. Ik ga los in het bos. Oh, met mijn laatste kogels nog. Ik ga wel even weer met mijn AK-7. Nee, jij gaat hier geen eind aan maken, jong. Ah, nee. 1 kogeltje. Hij wachtte me op en schoot me gewoon in 1 keer dood. Hij dacht, fuck you. Maar ja, als je dat graag wil doen, dan ga ik hem achterna. En dat wil je maar liever niet, jongeman. Nee. Ah, kom op, ik krijg niet deze tijd om door die gast te hemelen. Nee! Ik ging toen net zo lekker, waarom die op is niet meer? Oké, dit staat echt weer helemaal nergens op. Double kill, nice. 24, en die andere staat 13. De tweede plaats. Ja, jou zag ik. En ik heb mijn revenge gepakt, hoor. En oeh, wat voelde die goed. Wat noem je nou een gamersorgasme? Voor de kinderen die niet jonger zijn dan 8 jaar, jullie mogen dit niet kijken. Of jullie snappen het niet, hoe je het dan ook moet zeggen. Ah. Steal. Kill stealen. Hup. Wat krijg je als je iemand kill steelt? Wat? Doe maar, die gast die schoot goed.
Niks. Oh nee, dit valt echt zo erg. Shotgun X-Hajo. Oh. Ja, een sniper op die afstand, daar kan je nou tegen vechten. Dat is één tip die ik jullie mee wil geven. Je moet wel je positie weten. En een sniper op die afstand, dat is geen goed teken. Oeh. En iemand met zo'n snel wapen. Kijk hoe snel hij schiet. Dat is ook geen goed. Het moet een beetje gemiddelde afstand zijn. Met een AK-47, vind ik. Dat is mijn... En oh yeah. Ik dacht, laat ik gewoon meteen op hem richten. Meteen schieten. En ik was net snel genoeg. Ik was bijna dood. Kijk dan. Ja, ik zie hem aankomen. Hij schiet, hij had me al bijna gedood, maar toch, doef, doef, doef. En ik had hem dood. Net op het, nog net op het nimmertje had ik hem gedood. Maar ik heb ondertussen al 60 kills in 12 keer dood gegaan, dus dat is mooi. Het is een KD van 5 ongeveer. Mensen, leuk dat jullie hebben gekeken naar deze video van de pro-gamer Thomas P9. Like en abonneer als je dat nog niet hebt gedaan. Abonneren is gratis en liken doe je gewoon op het blauwe duimpje. En abonneren op het rode balkje. En dan zeg ik, laters!